Ik wil mevrouw Posma even complimenteren, ook met haar bijdrage over de Noordzee. En ik hoop dat het tot extra bescherming van de Noordzee gaat leiden, ook in de onderhandelingen. Dus daar gaat de Partij voor de Dieren naar uitkijken. Heel mooi ook om te horen dat mevrouw Posma en NSC het Klimaatakkoord van Parijs onderstreept. Nou is op de afgelopen klimaattop een verklaring gekomen waarbij staat exportsteun. Wat niet in lijn is met 2050, moeten we afschaffen. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over het financieren vanuit Nederland van een slachterij en vleesverwerkingsindustrie in Mexico. Maar ook om een luchthavengarantie. En mijn vraag is, kan ik NSC aan mijn zijde vinden dat Nederland alsnog die verklaring ondertekent? Mevrouw Posma. Voorzitter, ik moet heel eerlijk zijn. U overvraagt mij op dit moment qua kennis op dit dossier. Ik moet echt even naar gaan kijken. Ja, voorzitter, misschien dat u dan, of dat NSC dan inderdaad even goed kan kijken naar die verklaring. Want, en misschien kan mevrouw Posma wel iets zeggen over in ieder geval de fossiele exportsteun, de fossiele subsidies. Of NSC daar ook aan de zijde van de Partij voor de Dieren staat en ook wil dat die fossiele exportsteun wordt afgeschaft. Mevrouw Posma. Ja, over fossiele subsidies is het voor ons heel belangrijk om die af te gaan bouwen, met name op Europees niveau, zodat je het goede level playing field met elkaar houdt. Het wordt uw vijfde interruptie.